Meneer Wintjes, mag ik beginnen met een typisch Nederlandse vraag in het eerste gesprek in het nieuwe jaar? Wat vindt u van het weer de laatste weken? Ja, wel lekker warm, maar wel bizar voor begin januari. Extreem warm en heel bijzonder. Is dat broeikaseffect volgens u? In ieder geval een signaal van. In ieder geval een blijk van dat er met ons klimaat toch iets aan de hand is. Ja. Ik kom erop omdat de Europese Commissie plannen heeft gepresenteerd voor een hele nieuwe aanpak van het energiebeleid. En ook een ambitieuze aanpak van het klimaatprobleem. Wat vindt u van die plannen? Ik vind het erg goed. Laten we zeggen, globaal is het erg goed. Wat vindt u er goed aan? Het feit dat men nou eens een keer integraal energie, klimaat, CO2 presenteert in een Europa-plan. Wat we hard nodig hebben. We moeten weer eens een keer Europa in discussie brengen en Europa's kracht laten zien. Vind ik een erg goed verhaal. Kernenergie zit er ook in. Hè? Ja, dat is heel plezierig dat we dus nu met elkaar onderkennen, ook in Europa onderkennen, dat wanneer we echt het klimaatprobleem op willen lossen, dus minder CO2, dat we niet alleen duurzame energie, waar we uiteraard achter staan, moeten bevorderen, maar ook kernenergie, een van de systemen van energie zonder CO2. In de krant is het beeld ontstaan dat werkgevers het klimaatprobleem niet zo serieus zouden nemen. Klopt dat beeld? Dat is volkomen onjuist. De werkgevers nemen het probleem meer dan serieus, maar werkgevers hebben ook andere verantwoordelijkheden. Ondernemers moeten ervoor zorgen dat ze kunnen blijven produceren en dat ze dus een level playing field krijgen. Oftewel, heel simpel gezegd, gelijke uitgangspunt in de concurrentiestrijd. En als Europa nu ons inzetten voor verlaging van de CO2, wat ik op zich een hele juiste ontwikkeling vind, dan hebben we primair ook natuurlijk de verantwoordelijkheid om te zorgen dat het op wereldniveau gebeurt. En daar gaat het ons om. U bent het niet in alle opzichten eens met de Europese Commissie, want u vindt met name de strategie die de Commissie wil voeren om het klimaatprobleem aan te pakken niet de juiste. Dat klopt, hè? Nou, kijk, wij vinden het verlagen van CO2 omarmen wij. Maar doe het op wereldniveau. Europa zorgt in 2020 voor niet meer dan 10% van de CO2. We kunnen eindeloos gaan discussiëren om die 10% misschien naar 9% te brengen, maar veel belangrijker is om de 90% aan te gaan pakken. Dus wel onze inzet als Europa, maar samen met de hele wereld. Dus anders dan het eerste plan van Kyoto, een echt wereldomvattende strategie. Is het haalbaar om de Chinezen en de Amerikanen ook zover te krijgen dat ze echt het klimaatprobleem en dan met name de uitstoot van CO2 ambitieus gaan aanpakken? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we dus het gevoel van urgentie over de hele wereld hebben. En dat is bij ons aanwezig, zonder enige discussie. Elk ondernemer onderkent dit probleem. Maar dat we dus samen met andere landen, samen met China, met India, met de Verenigde Staten gaan werken aan de technische oplossing. Een technische ontwikkelingen gaan bevorderen. Bijvoorbeeld minder kolencentrales en wel kolencentrales, dan ook met opslag van CO2. Technische ontwikkelingen op duurzaamheid. Met elkaar bevorderen. Met elkaar ook echt gaan doen. Iets heel anders. De Europese Commissie wil ook een goede Europese energiemarkt creëren. Ik neem aan dat u het daar wel mee eens bent. Uiteraard, omarmen wij. Uiteindelijk moet het komen tot een echte Europese. Want die is er nu dus niet? Nee, kijk, we hebben in Duitsland nog in feite bijna een beschermde markt. Wat de Europese Commissie nu zegt, die moeten we echt gaan splitsen. Het splitsen van de bedrijven in productie. En zeg maar, als het in de grond ligt en de handel van energie, daar zijn we absoluut voor, maar dan wel in een Europees verband. En gelukkig is het zo dat ook de Europese Commissie nu zegt dat moet een keer gaan gebeuren. Per saldo, in de krant is een beetje in het beeld ontstaan dat het plan van de Europese Commissie eigenlijk niet zo'n goed plan is. Is dat in de krant? Is dat nou een verkeerd beeld? Volkomen verkeerd. Ook onze Europese werkgeversorganisatie, UNIC, heeft natuurlijk een kritische kanttekening gemaakt op het onderwerp van Europa moet niet alleen het CO2-probleem oplossen, maar heeft het totale plan als een zeer positieve ontwikkeling op het gebied van de Europese ontwikkeling gepresenteerd. Dank u wel voor het gesprek, meneer Wintjes.